die mij uit elkaar zou vallen. Gaat niet gebeuren. Blauwe nagel. Nee. Pinka. Zeg maar, het Gerrit scenario is eventueel nog... Het gimbelteen. Denkbaar. Hoe dan? Kiki. Want Gerrit gaat nooit winnen wanneer Jesse hier is. Nee, klopt. Maar... Ook niet waar die Merel er is. Maar hij heeft ook precies nul vrienden om zich heen die hem anders kunnen helpen. Dus daarom wordt het een beetje een moeilijk verhaal. Mm-hmm. Zeg maar, het is niet van oké, ik ga nu samenspannen met Shelly en met... Brandon. tegen de rest. Ja. Ik heb al zijn kaarten ook gewoon verspeeld. Ja. He's part of the wrong team. Maar laat het maar lekker gebeuren. Het is... Het is wat het is. Ik hoef er gelukkig geen onderdeel van te zijn. Nee, ja, maar het team van Brandon, om het maar even zo te noemen, die is heel klein. Maar wij gunnen het. Zeg maar, stel... Brennan die vindt het leuk om te winnen, zeg maar, dat is de kerst op de taart voor hem. Hey, dat is de enige reden dat ik nog zou blijven. Wij gunnen het hem gewoon. We hebben gewoon zoiets, joh, weet je, prima. Jij verdient hem ook. Mm-hmm. Maar daar is het... Iedereen voor zich. En gunnen, nou, dat doen we niet. Er zijn meer mensen die niet vooruitdenken. En daarom denken, zolang ze maar langer erin blijven, dat ze een kans blijven behouden op de winst. Terwijl dat niet het geval is. Kan je hem ook zo eroverheen plakken? Zo toek. Want de vorige keer zakte die af. Ja. Ja, ik heb niet de illusie dat ik win. Ja. De Messias heeft er mooi uitgespeeld. Het is gewoon echt ook heel erg jammer dat jullie die geen stemming hadden. Wat dan? Dat het nog heel erg anders kunnen lopen. Denk je dan al? Ja, tuurlijk. Wat dan? Tuurlijk. Dan had ik niet op jullie gestemd. Of even niet? Jullie. Nee. Waarom niet? Omdat jullie kwamen sowieso aan de beurt. En een weekje erbij of minder, dat was niet erg geweest. Maar op wie had je dan gestemd? Ga ik me nu niet over. Game wil doen, eventueel. Ja, en ik niet? Nee, precies. Ik ben er helemaal klaar mee. Ik heb net ook binnen tegen ze gezegd. Ik vind jullie gewoon allemaal kut. Dat had je vorige week vrijdag ook gezegd. Ja, klopt. Maar ik dacht, ik ga het nog even benadrukken. Ja. Dat ik bijna iedereen hier gewoon kut vind. En dat ik ook Merel uitlegde van, nou weet je wat het is? Het is een soort prijs die je wordt voorgehouden. Die zo, woep, weg is. Ja. Naar huis gaan. Ja. Nou, niet weten. Ja, echt. Letterlijk. Ja, ik geloof je. Daarom heb ik ze ook aan je gegeven. Ja. 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 Ik vond de beredenatie naar Jens toe vond ik ook heel raar. Je doet hier niks, je doet hier fucking veel. Ja, je doet hier meer met de mensen. Als je aan Jens vraagt, joh Jens, kan je me even helpen met... Altijd. Met iets? Ja, tuurlijk. Altijd, ja. Joh, ik ga eerst eten of... Ah nee, ik wacht wel even met eten, ik hoop je wel even. Altijd! Dat vind ik echt de grootste, reinste onzin die ik heb gehoord. Ja, dus maar, je moet wat zeggen. Maar daarom, ik ken mijn eigen waarheid en ik weet niet of... De mensen van de beeldbijzaak op dezelfde manier overdenken, maar ik weet zelf dat het goed zit. Hmm. En verder kan het eigenlijk ook allemaal rotzorg zijn. Ja. Ja, maar ik vind het wel lelijk dat dat gezegd wordt, terwijl dat het niet zo is. Ja, maar dan wordt hier genoeg lelijke dingen gezegd. Ja. Zeg maar, de waarheid wordt hierin veel fout verdraaid. Mm-hmm. Ja. Kan ik heel slecht tegen, kan ik je vertellen. Heel slecht. Yeah. Nou, en ik kan me er super boos aan maken, maar ik kan ook gewoon denken van, nou, ik weet wie het zegt. Zeg maar, en ik weet dat in dezelfde zin waarin ik geen onderdeel ben geweest van Mariska Utopia, dat tegenovergesteld ook nooit het geval is geweest. En ik weet dat als Lex me niet meer kan luchten, ik weet dat ik haar ook nooit meer hoef te zien. Dat heb ik ook al uitgesproken van, hey, zeg maar, voor mij, in mijn hele bestaanswereld, besta je gewoon niet meer. Je bent dood voor mij. Oh, wauw. Ja, kan ik me wel goed voorstellen. Als zeg maar, op het moment dat iemand over mijn familie begint, ja, dan ben je gewoon weg. Klaar met je. Dan ben je gewoon eens vage schim. En als jij dan heel gepikeerd bent op de manier waarop ik vervolgens over jou denk, ja, dat is best wel krom. En diezelfde Merel die zoveel Milena geeft en daarom haar zo graag wil zien bloeien, dan denk ik ook van, jij bent ook fake as fuck. Weet je nog wel welke t-shirt en Gerrit met de etterbak. Dat is het t-shirtje die ik gisteren wilde drukken. Mm-hmm. Nog steeds, ja, en dan denk ik van ja, zeg maar, exact de vorige stemmingsronde heb jij hetzelfde in veelvoud naar je eigen hoofd gekregen.
En dan probeer je nu zeg maar een krachtterm te gebruiken om er goed op te staan of zo. Dan denk ik van ja. Wat? Hm? Gerrit met zijn gezwel, ettergezwel. Oh ja. Dan denk ik van ja, voor mij is dat ook niks waard. Ach wel nee, die jongen doet hier niks. En... Nou ja, hij probeert zich nu goed voor te... Ja, maar dat is... Ook met dat jullie je capuchon op hadden. Oh ja, sommigen hebben hier... Ja, maar ik zei ook tegen hem van als ik het hoor van iemand anders, doe ik hem af. Niet voor jou, dag. Wie de F denk je dat je ik bent? Deed hem wel af, maar niet als we daar zitten te wachten. Nee, tuurlijk niet. Je kan toch gewoon dat ding afdoen wanneer... Maar we beginnen. We beginnen, ja. Ja, en dan die stemmen van Frenny, dan denk ik van nou... Zeg maar, los van de tijd die zij nog met Tim hier was... heb ik nooit iets met of tegen haar gehad. En zeg maar, ze noemt dan een drietal punten van bijvoorbeeld op bed liggen. Ik dacht echt dat ze voor jou ging. Dacht ik ook. Dacht ik echt. Dacht ik echt, oprecht. En toen zei Jensen. Oké. Okay. Maar weet je, ze zit er gewoon tot aan haar nek en verder in. Bij de drie. Ja. En ja. 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 Ik ken hem ook niet zoveel. Jawel. Ik kan er ook heel moeilijk boos om zijn. Het is. Oh, Dylan. Het is vet, eigenlijk. Maar ze is slimmer dan dat ze zich. Wij denken altijd, Frenny. Nee. Ja, heb je echt je bokshandjes nog... Ja, nou ja, ik heb het idee dat mensen dat denken van, ah. Nee, maar ik vroeg me meer af of je echt dacht dat ze slimmer was dan... Ja. Ik denk dat ze slimmer is dat ze zich voordoet. Absoluut. Oh, ja. Zeker. Ja, dat idee heb ik niet. Ja, ik wel. Ik weet dan ook niet met welke motivatie ze zoiets zou doen. Ze wil ook ver komen. Ik denk dat Frenny ook echt ver gaat komen. Ze heeft veel mensen... Ja, ze is echt kans hebben om te winnen ook. Nou, dat denk ik niet. Nee, dat denk ik niet. Andrea, please. Nee, nee, er zijn er... er is er één. Of twee. Ja, goed zo. Dan zit je er goed in, hè? Het ligt eraan of er nog wat gaat gebeuren. Of er nog een twist gaat komen. Maar anders dan zijn we allemaal één voor één. Tja! Ja. Heel saai wordt het. Gewoon op een rijtje. Ja. Kop af. Ja. Moet ik weer je kist niet inpakken, schatje? Nee, je moet eerst nog even een was zien in de droger. En dan is het zo wel handig om alvast een paar ratten te verleren. Die alvast weg te brengen. Ja. Milena, ik weet dat je het waarschijnlijk niet wil horen, maar ik ben er wel voor je deze week. Ja, op pleuren. Op Satana. Ik ben bang dat Jens degene is die... Graag roekeloos worden. Ja? Als mensen me in de weg gaan lopen, word ik echt roekeloos. Ik ga niet mensen aanraken of wat dan ook. Maar gewoon roekeloos met woorden. Ik word echt chagrijnig. Ja, maar ik bedenk wel gewoon... Kijk, de laatste week, ja, stel je voor, je bent er nog een week. Misschien ben je er nog al 2 weken. Stel je voor. Nee, maar stel je voor. Ja. Laat jezelf van je beste kant zien. Ja, maar mensen moeten niet er voor me gaan zijn of zo. Als ze dat eerst niet waren. Nee. Ik wil er echt voor je zijn. Ja, nee, maar andere ja, mensen. Ja, oké. Nee, dat snap ik. Dat snap ik heel goed. Als Miel weer ineens voor mijn huisje staat, dan is een zielig kopje van, oh ja, daar gaat het met je. Dan heb ik al zoiets, je moet opflikkeren. Ja. Weet je, ik zal 90% van de mensen die hier wonen nooit meer zien. Misschien op een reunie. Mm-hmm. Maar nee. Weet je, krijgt er verder niet heel veel waarde meer aan. De mensen hier. Niet op wie heeft, sorry, heel veel tussendoor. Op wie heeft Jordi gestemd? Op jou? Ja. Okay. Zijn positieve stem gaat morgen ook naar Jens. Hij zegt ook ja, een beetje hypocriet. Ja, ik ga ook op je. Ik ga hem ook aan Jens geven. Ik ga niet. Ja. Eerst op mij stemmen en dan. Het zou heel raar zijn. Tegen Jens zeggen van nee, dag. Ja, dat is echt raar. Maar dan kan het nog maar zo zijn dat jij weggaat. Nee. Het is. Zeg maar, volgens de verdeling van de stemmen van vandaag wordt het 7-5. Oh, en jullie kunnen natuurlijk niks. Nee, wij kunnen niet stemmen. Of het publiek moet er nog een stem in hebben.
dan kan het nog wel spannend worden. Dat zou nog best wel kunnen. Ik weet niet meer hoe dat voor als, een, als er een jaar... drie, viertal stemmen of zo door het publiek gegeven kunnen worden? Drie, denk ik. Het ding is, wij hebben vandaag te horen gekregen ook dat wanneer er een gelijke stemming is, dus 6-6, dan worden de stemmingen vertraagd met 24 uur. En als het publiek één stem krijgt, dan kan er nooit een gelijke stand plaatsvinden. Dus dan gaat het publiek mee beslissen, waarschijnlijk. Misschien zijn er dan twee stemmen van het publiek of zo? Dat zou wel voor zijn, als het publiek twee stemmen heeft. Ja, maar de vorige keer heeft het publiek te weinig te zeggen. Ja, maar het gaat er ook om ons. Dat zou in potentie kunnen, ja. Anthony wordt aangekondigd, morgen zijn er positieve stemmen. Oh! Goeie, Andrea, goeie. Ik zeg niks geks. Ja. Ander onderwerp. Oh, ik ben gewoon leeg. Oh. Ja? Oh, ik ben ook leeg. Nogmaals, foei. Is gewoon leeg. Nee, ik ben niet leeg. Hallo. Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet. To your friend, everything. They say the time's supposed to heal ya. I ain't done much here. Hello. Mama! Can you hear? Als jij nog dingen hebt die je aan Kay wil laten weten, dan... Laat je dat me weten voor morgenochtend. Hè? Ik zie hoe erg jij, hoe graag jij naar huis wil, hoe niet leuk jij het hier vindt. En van Jens denk ik niet van leuk. Ja, die kan hier nog een weekje of wat volhouden. Oh, er vallen aan alle kanten gaten. Ja. Zeg maar, ik doe hier belachelijk veel. Ja. Maar de markt. Doe hier de standhouders, ja, doe de vrijwilligers, doe de kaartverkoop, ik doe de webshop, ik doe de hokken van de dieren, ik doe het grasmaaien, ik doe het straten. Zeg maar... Koken. Schroeven. Qua productiviteit. Kook ze middags. Hey, kan ik mee eten? Tuurlijk. Er gaan echt gaten vallen. Hey, kan je even helpen? Tuurlijk. En mensen zien dat niet. Nee. Van, hey, is de bal al ingericht? Oh ja, je grens al gedaan. Is de wat een bar? Ja. Ja, en dan krijg je een keer een opmerking van, ja, maar je zou me, zal je helpen met de bar? Ik ben kist aan het maken. Hey, wie heeft de onderkant van de silo opgeruimd? Oh, heb je het even gedaan? Ja. Hé, hey, het aanrecht is helemaal schoon. Oh, oh. Ja, heb je eens gedaan. Ja, maar ik had afwasdienst. Oh ja. Yes. Ja, Jens heeft toch wel. Ja, natuurlijk, maar als mensen dat niet zien, dat is oké. Okay. Ja, mensen hebben echt stront in hun ogen. Nee, en ik denk niet eens dat het niet zien is. Ik denk inderdaad de mogelijke strategische verdere verloop. Mensen denken van, hé, het is een mooi moment. Ja. En het is het beste moment ook. Want jij bent ook een beetje mijn rem nog hier. Ja, dat is zeg maar, omdat jij als ik hier weg bent, zou zijn, dan... doe ik nog enigszins normaal. Ik spookte gisteren nog een gedachte door mijn hoofd om het geld uit de kluis even te halen. En even in een envelopje te verstoppen. Om even een statement te maken hoe onhandig het is om grote hoeveelheden contant geld op het trein te hebben. Ja. Zeg maar, dat soort dingen die vallen wel weer gewoon... Dus dat soort dingen zou ik doen als jij hier niet was. Ik denk wel meer van dat soort dingen inderdaad.
En dan als Jesse tegen mij zegt van hé, nog één keer een bord op de grond gooien, dan gooi ik je over het hek. Pak de hele stapel, alles op de grond. Ja. En dan? Ja. Ah, ga ik me pakken, ja? Oké. Okay. In mijn huis, gast. Ja. Is er niks voor jou bij? Nee, joh, dus dan zou er leuk gespeeld worden. Dan had je waarschijnlijk ook nog een tattoo laten zetten. Nee. Nee. Dat is klaar. Dat, echt. Dat is klaar. Oh, jongens. Nee, maar... ja. Ik weet ook wat het met jou doet als mensen in de massa mij lopen te laten. Ja. Dus daarom doe ik dat ook niet. Mm. Ja, zou je hier niet zijn? De laatste week hier dan... with nothing to lose? Ja. Ja lala, ja lala. Dan is Joker Jensen weer terug, hoor. Dan heb ik ze gepakt. Ja. Weet je wat chill is? Ik heb allemaal snoepjes en zo besteld. Goed zo. Ja. Die komen als goed vandaag binnen. Ik ga deze harder uittrekken, als te lang. Je hebt nog 150 euro te besteden. Treat yourself. Kan ik vandaag niet even een bestelling bij de Doodle? Want volgens mij hebben we afgesproken dat dat niet meer... overdraagbaar is? Mm-hmm. Nou ja, dan moet je het even van. Is het niet meer overdraagbaar? Volgens mij niet. Dat weet ik niet zeker. Nee. Om het eventueel te voorkomen is dat wel een goed idee, ja. Ik wil in ieder geval vanavond nog even lekker een pintje open trekken. Ondanks dat het maandag is. Dylan niet, hè? Nee. Dylan werkt. Ja, misschien... Nou, ik weet het niet. Nee, doe me niet. Nee. Ik ga het niet doen. Ik kan er wel gezellig bij zitten. En die pint, die pakken we hierna nog wel een keer. Zeker. Brendan? Oh, Brendan.